Nou, dan gaan we weer de nacht in. Het is nu 11:55. En waar gaan we heen? Kosovo. We gaan naar Kosovo. Drag Race 3. Geen fancy naam. Nee, dat is gewoon Drag Race 3. Klaar. Het is het derde event waar gedrag race wordt. En het schijnt dat het een van de Ace Coast is. Can we go? Oh, okay. Thank you. Bye bye. Dat is een show als keer ik ooit eraan gehouden. Ja, man. En die staat ook nog gefilmd aan. Maar nee, goed, doen we het even zo hoor. Wat? Hij liep in je auto. Hij denkt, ja, drie heb ik geen zin in, ouwe. Oké. Drag Race 3 dus. We zijn net aangehouden. Oké, Drag Race 3 dus. Volgens de organisatie wordt dit het lijpste drag event van Kosovo. Dat komt mede vanwege COVID en vanwege de diaspora. In 1999 was er een oorlog. En toen zijn er dus heel veel Kosovaren naar West-Europa getrokken. Ja, en die hebben het ook wel gemaakt. Weet je, goede baan, gestudeerd. Vastgoed, investeren, crypto. Genoeg geld om dikke auto's te kopen. Ze hebben 2 jaar hebben ze hier niet naartoe kunnen gaan vanwege corona. En nu zijn ze hier in grote getalen. Morgen wordt het dus drag race. Maar eerst moeten we in Slatina zien te komen. En dat is ongeveer 6-7 uur rijden door de nacht. Dan, dat is pas de eerste echte stop van onze vakantie. Want we zijn nog steeds op doorreis. We zijn even gestopt bij Peter. Ja. En nu pas gaan we kamperen, langer dan 1 dag ergens verblijven en gewoon naast de drag race lekker ontspannen, barbecue, vleesje, hey Mackie. Ik heb echt geen zin in Mackie meer, ik heb nu al niet. Google Maps sent us all the way around Kosovo in the south, because they wouldn't let us pass the border in Serbia, because there are still some conflicts happening at the moment. I think it's just a safety protocol built in by Google Maps. So yeah, we took a detour, and we finally arrived at the Macedonian border after 7 hours. Usually the ride is way shorter. But yeah, this is what Google told us. Nou, daar zijn we dan. Macedonië. Godverdomme. Wat zijn dit voor grappen? Dat is een tip voor als je Macedonië binnengaat. Zorg dat je een groene kaart bij je hebt. De auto waarmee we zijn, heb ik donderdag overgeschreven op mijn naam. Maar ik heb hem op donderdag verzekerd. We zijn donderdag op vakantie gegaan. De verzekering die zou mij een groene kaart toesturen via de mail. Dat heb ik tot nu toe niet gehad. Dus wij komen aan bij de grens van Macedonië. En ze vragen ons groene kaart. Blijf een groene kaart, wat fuck. Al een paar grenzen over geweest en daar vroeg ze niks om. Ook niet de jaren hiervoor. Het is niet de eerste keer dat we in de Balkan zijn. Dus werden we naar de zijkant gestuurd. Wij bellen naar de verzekering, alarmnummer. Niemand kon ons helpen. Echt gezeik. En blijkt er dus ergens in de hoek een klein kantoortje te zitten waar je dus je groene kaart kan kopen. En dit is gewoon scam van de overheid, jongens. Je kan dus een verzekering kopen. Kost €50 voor 15 dagen. Het is alleen geldig in Macedonië. €50 voor 15 dagen. En we rijden het tweetje doen. Ja. Dus, nou ja, we komen nog wel terug en dan is hij ook nog geldig. Maar zorg dan dat je bij hebt.
Dan ben je 50 euro lichter voor niks.